de lokaal gesprekken. Ik ga in gesprek met willekeurige bezoekers van deze lokaal. En ja, het enige wat ik van deze mensen weet, bijvoorbeeld dat deze meneer, deze hier die voor mij zit, dat hij Raf heet. Ja, inderdaad. Ja, Raf met PH. PH, ja. Ja, ja. Waar komt hij nou vandaan? Van Rafael. Van dus Rafael. Eigenlijk van de aartsengel Rafael. Oh. Een van de vier aartsengelen. Ja. Wat is dat eigenlijk, een aartsengel? Dat is eigenlijk dus een van de uitverkorenen. Toen op tijd, hè, van het Rooms-Katholieke geloof. Ja. Maar ja, dat is ook alweer lang verleden tijd natuurlijk. Ja. Ja. Dat is bij mij wel. Dus we zijn wel Rooms-Katholiek opgevoed. Ja. Maar dat is de laatste 30 jaar, 40 jaar, is dat in feite helemaal afgezwakt. Bij jouzelf ook? Ja. Als ik nou aan Raf vraag van, met welke drie woorden duiden we Raf nou eigenlijk? Wie is dat nou eigenlijk, Raf? In drie woorden. Pensionada. Twee. Hobbyist. Genieter. Ja. Oké. We gaan terug naar pensionada. Wat heb je gedaan in je leven? Ik heb in het verleden dus in de staalwereld gezeten. In de staalwereld? Ja, in de staalwereld, in de verkoop. Ja. In eerste instantie dus van half fabrikaat. In staal en nadien in de damwandwereld, dus de stalen damwanden. Damwanden? Ja, dus stalen damwanden, wat je ziet bij de bouw, bij tunnelbouw en dergelijke. Sinds, even kijken, 2012, ja, 2012 heb ik dat afgebouwd. Sinds verleden jaar januari ben ik dus helemaal, ben ik 67 jaar geworden. Ja, ja. En toen ben ik dus inderdaad helemaal met pensioen gegaan. Wat is het aantrekkelijke van de staalsector? Het aantrekkelijke is inderdaad, je komt overal tegen. Hè? Staal? Staal kom je overal tegen. Ja. Kijk maar om je heen. Ja. De lopen hak. Ja. Ja, kijk maar, maar je ziet het overal. Ja. Je ziet het in de scheepsbouw, in de bouwwereld, in de constructiebouw. Had je een passie voor staal? Aan het begin helemaal niet, nee. Nee. Want ik kwam op school af en ja, wat ga je dan doen? Gewoon werk zoeken. Ja. De eerste beste baan, wat je tegenkwam en je werd aangenomen, die pakte je. Ja. Welk jaar was dat? Dat was even kijken, 76 was dat. 76? 76, ja. Toen heb ik dus in de rubberindustrie gezeten. In 1980 ben ik overgestapt naar de staalwereld. Oké. Hobby. Waar hebben we het over? Tuinieren. Oh ja. Ja, voetballen, fietsen. Eigenlijk de hele dag bezig zijn. Oké. Okay. Ja. Als ik maar buiten kan zijn. Oké. Okay. En genieter? Ja, op z'n tijd een pijltje. Oh ja. Ja. Daarom kom ik ook vanuit het zuiden. Ja. Dus mijn woonplaats is IJsden. IJsden. Ligt helemaal onder. Ja, naast Maastricht. In Limburg. Onder Maastricht. Onder Maastricht, onder Maastricht, nog, dat vind je uitgezien. Ja. Tegen de Belgische grens. Ja, zeker, ik ken het. Maar lekker pilsje, wat een beetje ahoeren. Met de mensen in een café, wijncafé. Ja. En dan ook de tradities in het dorp. Ja, meeleven. Ja, zoals? Een hele grote traditie is de bronk, zoals wij dat noemen. En dat komt wel weer uit het Rooms-Katholieke geloof. Dat is eigenlijk een sacramentsprocessie. Ja, een hele grote. Mm-hmm. Met daaromheen nog de maandag en de dinsdag door de jonkheden, zoals wij dat noemen. Dat zijn de jonge mensen van de jonge mensen, de ongetrouwde jonge mensen, die organiseren dan een feest met de harmonieën, met een rijdans. En dat is eigenlijk, zeg maar, voor een IJsdenaar is dat het feest van het jaar. Ja. Hoe kom je nou in Tilburg terecht dan? Nou, mijn dochter woont in Tilburg. Oh. Ja. Die is, even nadenken, sinds 2 jaar woont hij in Tilburg. Ja. Die heeft dus een kleine. Ja, ik zag je met een kinderwagen lopen. Die een kleine. Ja. En wij komen dus dan iedere dinsdag komen wij dus naar Tilburg toe. Ja. Normaal gesproken kom ik altijd met mijn vrouw. Ja. Die was vandaag stappen. Oh. Ja. Stappen? Stappen in Aken. Oh. In Aken. Winkelen. Dus ben ik alleen gekomen. Ja.
En dan tot een uur of 5, 6 en dan komt de dokter weer terug van het werk. En dan ga ik naar huis toe. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. En zo doe ik dat eigenlijk ieder dinsdag. Ja, ja. Een echte Limburger eigenlijk, hè? Heb ik hier tegenover me zitten. Dat wel, ja. Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Ja. En nou opeens in het Brabantse, wat is eigenlijk het verschil? Nou, ik denk weinig. Ja? Ik denk weinig. Qua gemoedelijkheid, qua het leven leiden, denk ik weinig. Dat gevoel heb ik. Ja. Ja. Dat gevoel heb ik. Ja. Ik moet even kijken hoe we... kan dit nog met dit... ja? Ja? hoe heet de baby? Sam. Oh, Sam. Sam, ja. Oké, okay, Sam, even rustig nog even. Nog een paar minuten. Ja, ja, ja. Ben je er trots op dat je... Linda... Hij luistert, hè? Ja, hij luistert, ja. Ah, ja. Ja. Ja, die is goed opgevoed al. Ja. Oei. Oh, oei. Ben je er trots op dat je Limburger bent? Trots in, ja, in hoeverre, kijk als ik kijk naar het dialect, ja, als je dialect kunt praten, de feesten wat daar gegeven worden, die zijn toch anders, zeg ik dan, als in het Westen, ja. Ja. Tradities. Ja, ja, ja. Denk even dus ook aan de schutterij en dergelijke. Ja. De harmonieën, de fanfares. De schutterie, hoe heet dat? De schutterij. Ja, de schutterij. Ja, 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 ja. Kijk, dat zijn toch bijzonder, bijzondere zaken die je in het Westen niet tegenkomt. Nee. Hè? Nee, maar het Limburg is ook onderdeel van het Habsburgse Rijk geweest, voor zover ik weet. Daar komen ook onder andere die harmonieën vandaan. Ja, ja, die fanfare, of die hoort het? Ja. De... Een harmonie of een fanfare, hè? Ja, ja, ja. Fanfare is koper, een harmonie is koper en hout. Oh, hè? Ja. En de Putterbergkapel bijvoorbeeld heb je, hè? Dat soort muziekgezelschappen. Maar het komt dus inderdaad wel vanuit het zuiden allemaal. Ja. Hè? Dus dat is echt ook heel veel Frans georiënteerd en Spaans. Ja, ja. Maar Limburg heeft ook een bepaalde naam, hè? Ik bedoel de gouverneur, hè? Jullie hebben geen commissaris van de koning, maar een gouverneur. Nee, we hebben een gouverneur, ja. Hij heeft onlangs opgestapt vanwege een integriteitskwestie, hè? Ja, ja. Is dat ook Limburgs? Nou, ik heb me daar helemaal niet mee bezig gehouden. Oh. Ja. Heel goed antwoord. En daar heb ik eigenlijk ook geen mening over. Nee. Ja? Nee. Nee. Want ik denk dus, of je het nu over de politiek hebt, of in het zakelijk leven, of iedereen gaat zijn eigen weg, denk ik. Iedereen denkt aan zichzelf, oorzakelijk. Oh ja? Oh ja? Ja, ja, dat gevoel heb ik wel, ja. 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 Maar als Limburger bedoel je, of is het een andere? Nee, in zijn totaliteit. In zijn totaliteit, ja. En daar hoort Limburg ook bij, hoor. Ja. Zeer zeker weten. Ja. Het is niet zo dat hij echt... braver zijn en dat helemaal niet. Nee. Maar ik weet niet goed wat ik ervan moet denken ook. Dus kijk, als je nu kijkt, de oorlog in Oekraïne en dergelijke. Maar je weet niet goed wat je ervan moet denken, maar je denkt er wel wat over. Nou, in zoverre van, ik geloof niemand meer. Oh. Ja, en... wie vertelt de waarheid? Ja. Zeg me dat maar eens. Ja. Ja, dan moeten we misschien wat specifieker worden. Je krijgt informatie vanuit Rusland, je krijgt informatie vanuit Oekraïne, je krijgt informatie van de Nederlandse staat, van de omroepen. Ja. En het is allemaal gekleurd. En ingekleurd, denk ik. Dus je gelooft niemand meer, maar je moet toch ergens in geloven? In mezelf. In mezelf. Ja, dat is ook belangrijk. Ja. Nee, maar kijk, daarom, ik kan niet duidelijk een oordeel geven van wat is nu correct en wat is niet correct. Ja. Ja? Ja. Maar bij zo'n oorlog Oekraïne-Rusland, ik bedoel, Rusland is toch de agressor? Of niet? Daar ben ik ook niet voldoende in verdiept. Nee, je weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon nog niet, dus oké, voor het Westen is Rusland de boosdoener. Ja, voor maar jij twijfelt eraan. Voor Rusland is Oekraïne de boosdoener. Ja, en volgens jou, volgens jezelf? Daar kan ik geen mening over geven, omdat ik het niet weet. Nee. En als ik het niet weet,
Daar geef ik geen mening. Nee. Als ik nu links of rechts, ja? Ja. Zou dat ook de media kunnen zijn die dat allemaal zo de media kleurt of zo? Moet kunnen scheiden, hè? Maar, als het goed is, hebben we het over onafhankelijke journalistiek. Hè? Geloof je daar nog in? ik weet het niet. Ze zullen wel een beetje onafhankelijk zijn, maar niet 100%. Nee. Niet 100%. Nee. Laten we even de oorlog parkeren. Wat heeft jou de laatste tijd geboeid? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Daar kan ik eigenlijk niet direct een antwoord op geven. Kijk, je bent natuurlijk sneller geneigd naar berichten te kijken, ja, in je omgeving. Ah ja, lokaal. Het hoeft niet per se uitgebreider. Hè? Oh ja, regionaal. Niet per se, dus laten we zeggen Zuid-Limburg. Nee. Hè? Maar dus Nederlands. Hè? Ah, ja. Wat uitgebreider. Ja. Europees wordt het al een stuk minder, zal ik zeggen. Ja? Ik woon in het dorp, in het oude dorp, en dan is daar iedere jaar op 4 mei, ja, de dodenherdenking. Ja. Ja, en dan wordt er gesproken, en dat mag nooit meer voorkomen. Ja? Nou, op dit moment zijn er nog 18 plaatsen oorlogen. 18? In de wereld? In de wereld, hè? Ja. Ja, dan vraag ik me af. Ja. Wat heeft het dan voor zin om dat uit te spreken? Ja, misschien is het hoop. Ja, ik weet niet. Mag ik even onderbreken? Wat zei je? Mag ik even onderbreken? Ja, tuurlijk. Ja? Ik moet even naar de kleine. Ja, ik heb er even. Want Sam die... moet hij wat drinken? Wat is het? Ja, hey, wat is... Ja. Nou. Ik denk dat de uitzending ten einde is. Ja. Hey. We zijn bijna klaar. Nu even, ja. Dus op 18 plekken oorlog in de wereld. Ja. Laat maar gauw teruggaan naar de lokhal. Naar de lokhal, ja. Ja. Nee, maar kijk, dus wat ik belangrijk vind is gewoon, ja, dat ik nu in het zonnetje kan wandelen, ja, met de jongste kleindochter. Heerlijk, lekker genieten, ja. Ja. Geen zorgen meer, tenminste, die heb ik niet meer. Ja. Pensionada, ja. Hobby, en vooal genieten. En genieten. Ja. En ik wens je dat heel veel toe de komende jaren nog, Graf. Dank je wel. En dank voor het gesprek in ieder geval. Graag gedaan. Het gaat je goed. Ja, dank je. En u bedankt in ieder geval voor het kijken naar de lokaalgesprekken. En tot de volgende keer.